ZTE was een van de Chinese bedrijven die vroeger helemaal echt heel klein was, maar nu echt een merk begint te worden. En ze hebben nu iets nieuws. Biometrisch meten van je ogen. Die oogmetrie die je ook gewoon bij de douane hebt. Kijken of het met een bril ook werkt. Lichter. Nou, eens even kijken of die mij ook herkent. Ik heb geen zin om dit code weer te doen. En ik ga kijken met mijn ogen erin. Try it again. Hij doet het met mij niet. Verification not found. Ik ga het wel proberen. Even kijken. Dan kan ik natuurlijk niks zien. Jezus, ik kan eigenlijk mijn ogen niet zien. Dat is echt vreselijk. Het lijkt wel een game. Het lijkt wel een game. Ja, nog eventjes. Ik ben er bijna. Ik kan niks meer zeggen. Kom op, het laatste. Het laatste. Het laatste. Ja. We zetten hem uit. Nu ga ik eens kijken of hij mij herkent. Hup, naar beneden. Haha, hij kent me. Maar als ik dan morgen mijn wallen onder mijn ogen verdwijnen, of mijn ogen zijn een beetje sprankelend, zou hij het dan weer zien? Nou, dat gaan we proberen. Goed, ik ben geïdentificeerd biometrisch met een telefoon van ZTE. Als het werkt, zou ik het wel handig vinden.